Goedemiddag, beste deelnemer van dit webinar. Het is 21 september, het is 1 minuut over 12. We zijn iets wat verlaat en dat heeft ermee te maken dat we een kleine miscommunicatie hadden. Wie nou iemand wel of niet zou opstarten? Even kijken, ik ga in eerste instantie even een ander beeld op dit scherm toveren. Even kijken, waar ben ik zelf gebleven? Dat is natuurlijk altijd het voordeel op het moment dat je heel veel open hebt staan. Dus even kijken waar we zijn gebleven. Ik heb zoveel show all windows. Nou, dat is natuurlijk altijd het item even. Screen 2 denk ik dat dat is. Even kijken. Nee, het doet volgens mij nog niet goed. Ik ga eerst, nou, ik ga meteen even naar Ronald toe. Of te kijken of hij aanwezig is. Dan gaan we meteen de zaken rechtzetten. Ik zie Ronald er staan. Die ga ik promoten tot panelist. En op het moment dat hij gepromoot is naar panelist, dan ga ik hem meteen ook host co-host maken. Even kijken, doe ik even zo. Make host. Do you want to change the host? Ja, to Ronald. Ja, dat moet goed komen. Dan moet Ronald, als het goed is, nu in de house gaan komen. Hoor je mij? Ja, ja, zeker. En ik zie jou ook. Dus dat is een goed teken. Dank je wel, jongen. Ja. Graag gedaan. Ik ga het zo naar Ronald. Jij hebt ook de host. Het enige wat ik nog eventjes voor je kan doen, want dat is ook eigenlijk altijd een itempje, is de chat even op. Ja, dat ze naar allemaal kunnen. Dat je naar allemaal kunt. Ja, die heb ik gedaan. Kun jij dat zelf? Oké, hartstikke tof. Dan ga ik snel weer door. Ik wens jou heel veel succes en tot de volgende keer. Ja, dat is goed. Groetjes. Bye bye. Hoi hoi. Goeiedag allemaal. Ik ben eventjes, want het was niet duidelijk wie ging opstarten. Ik ga eventjes dit groter zetten. Ik ga even de chat even bekijken. Zo. Even kijken. Ik heb even in de chat gezet of iedereen me kan horen, want Menko is er niet. Dus ja, dan weet ik niet zeker of alles goed gaat. Dus ik wacht even op wat berichtjes. Als iedereen zegt van je kan me horen, dan kan ik ook rustig gaan beginnen. Ik heb nu een berichtje in de chatbox gezet. En in principe staat hij nu op iedereen. Dus als het goed is, zou iedereen me nu moeten kunnen horen. Dat hoop ik in ieder geval. Ik heb nog geen berichtje gezien. Dus als iemand even wil in het berichtje even wil typen of die mij kan horen, dan weet ik ook of dat zo is. Want anders ben ik voor niks aan het praten. Dat is ook een beetje jammer. Even kijken. Oké, ik zie nu al bij de Q&A, zie ik in plaats van de chat, zie ik Herman kan me in ieder geval horen. Dat is mooi, Herman. Dank je wel in ieder geval. Zijn er meer mensen die nog even een keertje iets in kunnen typen met een ja? In ieder geval, dan weet ik dat behalve Herman ook iedereen er is. Dus je kan het typen bij de Q&A of in de chat. Oké, nou, chat disabled staat er hier bij Jelle. Hey. Nou, bij mij is die niet disabled. Oké. Chat is disabled. Nou, dat is raar. Ja, dat zou. Dat kan ik hier verder niet. Even kijken of ik daar iets mee kan hoor. Oké, dan zullen we bij de Q&A dan maar. Want ik kan dat niet hier vanaf instellen. Ik zal nog even kijken wat hier staat. Host panelist. Ik heb het nu op. Ja. Nog een keer. Kijken of die het nu wel doet, maar. Even kijken. Ik weet niet. Oké. Of de chat het nu goed doet. Meer opties. Hij doet het. Mooi. Oké. Dan als iedereen dan sluit ik hem zeg maar af. En dan kunnen we in de chat kunnen we verder. Oké. Nou, prima.
Mooi. Nou, dan kunnen we beginnen. Welkom allemaal. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We hebben een uurtje. Ik weet echt niet hoe lang we nodig hebben. Dat zien we allemaal wel. Het gaat altijd zeg maar meer om de kwaliteit dan zeg maar hoe lang het duurt. Laten we eens even kijken wat er is. Nou, dit is de eerste slide. Hè. Dit is gewoon, hoi Johannes. Dat we even gaan kijken van, het is gewoon een chatsessie. We zijn met relatief altijd weinig mensen, zeg met relatief weinig bedoel ik altijd, als je minder dan 50 bent, dan kan je prima via de chat kun je alles erin gooien. En ik zal er ook direct op reageren. Dit is zeg maar de slide om eventjes mee te beginnen. Hij is eigenlijk wel een beetje veranderd, die olieslide. De reden eigenlijk dat dat ja, zo is, ik kan hem nog volgens mij nog iets groter zetten, wacht even. Als het goed is, juist. De reden dat dat zo is, is dat op het ogenblik natuurlijk Poetin in het nieuws is, dat hij versneld zeg maar een referendum wil uitsturen, dat binnen 5 dagen, zodat de bevolking zeg maar in die oostelijke staten bij de Oekraïne, dat die zich uit kunnen spreken bij een aansluiten aan Rusland. Maar goed, dat is natuurlijk dan weer zeg maar aan de andere kant door Europa en de VS als niet geldig bestempeld. Maar het heeft zijn werk al gedaan, want je ziet wel al dat de olieprijs vandaag wat is gestegen. Kom ik zo meteen nog op terug. Zo snel kan het gaan en uiteraard is dat een gevolg van het waarschijnlijk niet lekker soepel verlopen van die oorlog. En het probleem zit hem natuurlijk wel in het feit dat tot nu toe zijn natuurlijk eigenlijk relatief simpele wapens gebruikt. En de angst is er natuurlijk wel dat Rusland toch beschikt over wat grotere en meer destructieve wapens. En als je dat gaat inzetten, dan betekent dat ook natuurlijk een escalatie van de oorlog. Je krijgt dan meer doden. Het wordt steeds grimmiger. Het is natuurlijk al grimmig, maar goed, het kan nog veel erger. En dat is eigenlijk wat je niet wil. Dus dat is toch wel een teken dat in ieder geval dan wel Poetin vindt dat hij snel moet optreden, omdat hij anders het momentum gaat verliezen. En dat zou zo wordt in ieder geval uitgelegd door Europa, hè, dat het een noodkreet is. Daar kom ik zo meteen op. Aan de andere kant is het natuurlijk wel gewoon een kwestie van oorlog voeren. En soms wordt er terrein gewonnen en soms wordt er terrein verloren. De vraag is natuurlijk in hoeverre Poetin echt tijdsdruk heeft of dat er weer een ander plan achter zit. Maar laten we daar even een andere keer over hebben. Op dit ogenblik in ieder geval gaat de olieprijs omhoog. Ik heb hier een pijltje staan, dat besef ik ook wel dat die omlaag staat. Daarom heb ik nog een andere slide. Dit was wat ik gisteravond gemaakt had, omdat ik vanochtend geen tijd had. Maar ondertussen is de olieprijs dus sinds 8 uur vanochtend gestegen. Maar er is nog steeds druk op die olieprijs, nu nog even naar beneden. En dat gaat allemaal pas een beetje oplossen wanneer de Fed met een 0,75% verhoging komt in plaats van 1, denk ik. Je ziet dat de aandelenbeurzen blijven steken eigenlijk op een bepaalde bodem. En het is nu gewoon even afwachten waar de Fed mee komt. De raffinaderijen, wat ik je vorige keer vertelde, dat is allemaal niet anders. Nog steeds is de olie een stuk goedkoper geworden. De benzine- en dieselprijzen zijn ook wat naar beneden gegaan, maar de marges zijn nog steeds goed voor die olieraffinaderijen. Kijken we naar OPEC daarentegen, dan zien we dat daar zeg maar, de uitspraak al is gedaan dat ze ook niet van plan zijn om in 2023 hun productie op te gaan voeren, mogelijk zelfs verder te beperken. Dus dat zet ook nog een opwaartse prijsdruk. De vraag is natuurlijk met welke prijs OPEC tevreden is. Goed, de OPEC zal best met $100 tevreden zijn. Ze zullen denk ik ook met 80 of 90 tevreden zijn. Maar in ieder geval wat ze niet willen is dat er weer een grote rit naar beneden komt. Dat is eigenlijk ook niet nodig als je kijkt in relatie met gas en andere grondstoffen. Dat olie op zich helemaal niet zo duur is. En het is wel zo dat er eigenlijk een tekort aan olie is. Alleen wordt dat nu zeg maar gemaskeerd door het feit dat er zo per dag 1 miljoen vaten olie uit die strategische oliereserve komt. Kijken we nog even naar rechts beneden. Daar had ik dat pijltje al aangepast naar boven. In ieder geval dat we zien dat die strijd eigenlijk steeds langer gaat duren. Dat het steeds lastiger wordt. We krijgen zometeen natuurlijk ook de boycotts weer op Rusland. In december, 5 december, komt de boycott 100% te liggen op het kopen van Russische olie. Februari 2023 komt de boycott op Russische producten. En dan heb je het over diesel, kerosine en benzine. Dat gaat denk ik die olieprijs verder omhoog doen jagen, omdat er gewoon minder olie
door Rusland verkocht kan gaan worden. En dat kan niet allemaal makkelijk naar het Verre Oosten. Ten tweede, waar we ook rekening mee moeten houden, is dat er steeds strenger gecontroleerd gaat worden waar dan die oliepartijen heen gaan. Want het heeft natuurlijk weinig nut en er zal ook druk worden gelegd op India en China om minder olie af te gaan nemen. Het hangt helemaal natuurlijk vanaf hoe die zich opstellen in het conflict. Voorlopig vinden die landen in het Verre Oosten het geen oorlog. Ze zien het meer als een binnenlandse aangelegenheid. En vanuit China kun je dat natuurlijk goed begrijpen, want die... Die doen niet anders. Die hebben voor alles wat ze doen, hebben ze een bepaalde reden en die willen helemaal geen verantwoording afleggen. En uiteraard heb je nog het gevalletje Taiwan, wat nog in de toekomst gaat spelen. Dus wat we in ieder geval wel kunnen zien, is dat China, in ieder geval kan zien, laat ik het zo zeggen, is hoe Europa kan reageren op China wanneer zij besluiten, zeg maar, Taiwan het leven moeilijk te maken. Maar goed, dat is een stapje verder. Maar we zien nu wel eigenlijk een nieuwe manier van omgaan met conflicten in de wereld. En dat is nu gewoon zeg het uitsluiten uit de normale handelsbetrekkingen. En zeg maar het financieel proberen land te leggen van een land waardoor hopelijk zeg maar ze op hun schreden terugkeren. Maar dat gaan we dan zien. Verder zien we dan ongeveer wel dat de grotere boten, de VLCC's, daar zit de krapte niet. Maar wel bij de kleinere olie- en aardgastankers, omdat zeg maar, die logistiek helemaal nu veranderd is. Door het feit dat Rusland dus zeg maar, niet simpel heen en weer kan pendelen tussen Rusland en Europa, maar zeg maar via allemaal omwegen, boord-boord transacties, moeilijke verkopen richting Zuid-Amerika, haar olie moet zien kwijt te raken. Ja, en daar heb je meer bewegingen voor nodig. En meer bewegingen betekent meer boten. En daardoor gaan die vrachttarieven van die aandelen omhoog. Dan is het dus ook best verstandig om naast olieaandelen ook eens te kijken naar aardgas en oliebedrijven die zich in de transportsector bevinden. Daarnaast heb je er als helemaal links beneden de verkoop uit de strategische reserve. Die vindt gewoon plaats. En wat ik al zei, dat zet toch eigenlijk die druk op die olieprijs. Nou, nog 2 maanden gaan, september, oktober. In november zal het aflopen. Dus oktober, november nog te gaan. Dus die 2 maanden zullen we nog gaan drukken. En we gaan kijken wat morgen de nieuwe, vanmiddag al door de API, de American Petroleum Institute, die zal dan komen met de eerste schattingen van de olievoorraden. En dan zal morgen de EIA, de Energy Information Agency, die zal dan komen met de definitieve cijfers die gebaseerd zijn, niet op schattingen, maar op meterstanden. In ieder geval zal dat ook van grote invloed kunnen zijn op die olieprijs. Je ziet meestal dat wanneer die EIA met haar getallen komt, dat die dan wel omhoog of omlaag gaat. Dat hangt er maar net vanaf wat we verwachten. Vorige week was er een grote voorraad toename, dus we moeten kijken of dat door gaat zetten of dat eenmalig was. Daar kan ik nu ook geen uitspraken over doen. Ik denk dat wat er nu in Rusland gebeurt veel grotere impact heeft op die olieprijs. Met de onzekerheid over de leveringen en de onzekerheid over de intentie van die oorlog. De intensiteit moet ik zeggen, die de komende maanden te verwachten valt. Even kijken. Nou, ik ga even verder met dit plaatje. Dat is alleen maar even omdat ik het al vaak heb beschreven, dat is die onderste lijn, die groene lijn, dat nog steeds zeg maar, die lijn zo laag ligt. Ik weet niet wat de laatste cijfers zijn, maar we moeten wel in ieder geval in rekening houden dat het nog een hele lange tijd duurt voordat benzine en diesel veel goedkoper gaan worden, omdat er gewoon een tekort is door zeg maar, de Russische productie die dan wegvalt. En in februari mogen we sowieso weer niet aan die Russische producten komen. We weten dat Rusland 50% van zijn diesel aan ons levert, anders gezegd wij kopen en zijn afhankelijk 50% van die Russische diesel, et cetera. Dat wordt dus nu eigenlijk gehamsterd en opgeslagen. Maar zolang die oorlog duurt, en dat kan natuurlijk nog maanden duren, ja, dan zal dus na februari zal er gewoon een tekort komen aan diesel, want het kan niet zomaar extra worden geproduceerd. De olieraffinaderijen die lopen al hard, dat liet ik je al in het vorige plaatje zien. Die maken genoeg marges. Je hebt nu wel ook nog de pech dat het dan een soort, dat noemen ze een turnaround season, dat aardig wat olieraffinaderijen in Amerika in onderhoud zitten. Dat doet 3-4 weken. Maar goed, als dat voorbij is, dan krijg je weer wat extra productie. Maar dat weegt natuurlijk niet op tegen het feit dat er straks heel wat diesel en benzine uit Rusland gaat verdwijnen als mogelijke bron voor aanvulling van onze voorraden. Waar moesten we op letten? Waar kun je op letten op dit ogenblik? Nou, er is eigenlijk niet zoveel veranderd. We hebben geen aardgas meer lopen via Nord Stream 1 en 2. Het is zeker nog niet waarschijnlijk dat Iran
ik denk 2023 een atoomakkoord gaat sluiten. 2022, dat is gewoon nu, dat is gewoon voorbij. Gisteren zag je nog op het nieuws dat de mensen weer op de straat gingen. Dat er een dame niet, die werd onwel volgens mij. En die stortte in, die is overleden toen die opgepakt was bij de politie omdat ze een hoofddoek niet goed had, de religieuze politie. En er wordt gezegd dat ze met een wapenstok is geslagen en daardoor later waarschijnlijk hersenbloeding heeft gekregen of iets dergelijks. En dat moet onderzocht worden. En je zag daarna de beelden zeg maar, van de bevolking zich keren tegen die religieuze politie. Nou, dat gebeurt heel vaak. Alleen ja, ze leggen daar het internet planten op. Dus het is moeilijk om zeg maar, al die beelden te krijgen. Maar je kunt je voorstellen dat die sancties die natuurlijk al lang duren, ook heel veel schade doen aan de financiële positie van Iran. De bevolking die lijkt daar uiteraard onder, want het geld verdwijnt meestal niet bij de burger, naar de burger in ieder geval, maar blijft in de zakken steken van de top. Dus we zien daar ook wel de spanning toenemen in Iran. Of dat dan gaat zorgen uiteindelijk dat ze een atoomakkoord gaan ondertekenen, dat geloof ik niet. Dat is niet de reden, want Iran heeft zich eigenlijk weinig tot nooit iets aangetrokken wat de bevolking vindt. Maar Iran is een land wat in ieder geval in het Midden-Oosten eigenlijk de dominante rol wil spelen. En daarom ook zeg maar die kernwapens of in ieder geval haar pogingen tot het maken van uranium dat geschikt is voor kernwapens ongetwijfeld door zal blijven zetten. Omdat je zo meetelt op de wereldkaart en zo altijd dan weer een onderhandelingspositie hebt. Nou, die nieuwe corona-variant in China, ik heb het opgegeven om het te snappen. Ik begrijp werkelijk niet wat daar aan de hand is. Er zijn natuurlijk heel veel theorieën die hierachter gaan. Het eerste is eigenlijk dat er te weinig netwerkcapaciteit is om zeg maar, alle fabrieken energie te leveren. En daardoor zeg maar, zouden die lockdowns ervoor kunnen zorgen dat de economie niet op volle toeren draait, zodat ze geen blackouts krijgen in hun energiesysteem. Het zou zomaar kunnen dat daar wel een stukje waarheid zit, want het valt eigenlijk niet meer te rijmen met elkaar dat China met een zeer groot, sterk dalende economie nog steeds met een zeer besmettelijk Omicron-virus, met zeer milde verschijnselen, nog steeds de oude aanpak hanteert. Het is niet logisch, het heeft geen zin, eigenlijk snapt niemand het, maar het gebeurt wel. Dus ja, het lijkt er wel op dat er meer achter zit, achter heel die aanpak van China, dan alleen maar het coronavirus. Dat is alleen maar gissen, maar het is gewoon zo dat ook de bevolking het niet meer begrijpt waarom we steeds in lockdowns moeten, terwijl de rest van de wereld open gaat. En het kost natuurlijk heel veel banen. China heeft een hele hoge werkloosheid. Ik dacht dat die rond de 6,6% zit. Dat is voor Chinese begrippen heel hoog. De groei is nog nooit zo laag geweest in de afgelopen 15 tot 20 jaar. Dus je zou verwachten dat er alles aangelegen is dat China de economie wil stimuleren. Het is een hele grote vastgoedbubbel die nog afgewerkt en afgewikkeld moet worden. Dus wat dat betreft voor China ziet het er niet goed uit. En hopelijk komen ze met een nieuwe aanpak van hun COVID-politiek, zodat zeg maar, de havens weer open kunnen en de goederen weer geproduceerd kunnen worden. En zeg maar, de supply chain allemaal weer op gang kan komen, wat in ieder geval te goede zal komen aan die wereldeconomie. Ja, die onderhandelingen met Rusland en Oekraïne zijn zeker geen positieve nieuws. Zeker niet na vanochtend en gisteravond natuurlijk al bekend werd dat er een versneld aansluiting moet komen van die oostelijke staten. Dat zal in ieder geval zorgen dat de prijzen zeer volatiel gaan worden en met name de olieprijzen. Even kijken, nog één vraag. Als olie wordt gehamsterd. Oké, ik kom zo meteen nog wel even op Vopak, Jelle. Dan kunnen we die eventjes doen. Nou ja, die verkoop van die strategische reserves, het enige wat ik daarom even rood heb gemaakt, is dat de aanname was, en dat was ook eigenlijk afgesproken en eigenlijk ook wettelijk zijn ze daar ook wel toe verplicht, dat de VS die olievoorraden weer aanvult met het volume wat ze hebben verkocht. Dus die 180 miljoen vaten die ze hebben verkocht, die moet weer terug. En dat zou in 2022-2023 gaan gebeuren. En nu heeft Biden gezegd, nou dat hoeft helemaal niet. We mogen het ook in 2024 doen. Natuurlijk hoopt hij ook dat hij daardoor dus niet de markt in hoeft om zeg maar, die olieprijs verder weer omhoog te jagen. En hij hoopt uiteraard dat in 2024 de olieprijs een stuk gezakt is. Of dat zo is of niet, dat is nu even niet relevant. Wat wel relevant is, is dus dat die extra vraag die zou ontstaan, gepland zeg maar in 2023 voor de terugkoop van die 180 miljoen vaten, dat die verdwenen is. En dat was dan ook de basis dat je ook die olieprijs hard zag zakken vorige week. Dus dat is wel een verschil.
Waarom Iran, Rusland naar Iran gaat. Ja, dat is, waarom dat, dat wel belangrijk vindt om dat steeds te melden, is dat je steeds meer projecten ziet en steeds meer ontwikkelingen die, en dat is misschien een stukje achtergrondinformatie en leuk eigenlijk om nu even te kijken van hoe dat nou echt zich gaat ontwikkelen in de komende maanden. Dat Rusland wordt klemgezet. We zien nu eigenlijk een Poetin die nu toch wel een soort, het lijkt er in ieder geval op, hè, dat hij in ieder geval acties in gang gaat zetten met een soort paniekvoetbal. Wat ze in ieder geval al lang doen, is nu zeg maar met Iran zich aansluiten. Ik heb vorige keer verteld dat ze dus daar geld gaan investeren. En wat krijgen ze daar terug? Aardgas. En met dat aardgas gaan ze niet, zeg maar, want ze hebben zelf genoeg aardgas, gaan ze niet op de markt zetten. Maar dat aandeel, zeg maar, gaan ze omzetten naar deelnemingen in petrochemische fabrieken. Want Iran, wat ik al zei, die wil dominant worden. Die zien natuurlijk ook hun rol, met name op gas zien ze, en olie zien ze afnemen. Met name olie. En dan is het natuurlijk handig dat als je olie in ieder geval om kan zetten naar halffabrikaten via petrochemische complexen, dat je in ieder geval verzekerd bent dat je je eigen olie kwijt bent. En daar gaat het natuurlijk om, dat die landen die nu nog veel olie in de grond hebben, die willen ze dat tot zo lang mogelijk kunnen verkopen. En kun je het niet meer verkopen omdat er, zeg maar, een groene energietransitie aan de gang is, dan kun je nog wel een groot gedeelte van je olie naar die petrochemische fabrieken sturen. Maar als dat zeg maar landen zijn met wie je niet kunt handelen omdat je in een boycott zit of met problemen of handelsproblemen, dan is het handig dat je natuurlijk je eigen olie in je eigen petrochemische complexen kunt omzetten naar hoogwaardige halffabrikaten, want die halffabrikaten die blijven heel hard nodig in die chemie. En plaatjes die ik heb gezien duiden erop dat wat er ook gebeurt tot 2050, dat we in ieder geval 25 tot 30 miljoen vaten per dag olie nodig hebben voor die petrochemische industrie. En dat is dus ook de reden dat je ziet dat landen in het Midden-Oosten zich meer gaan bemoeien, zeg maar, met het inzetten van nieuwe manieren om, zeg maar, te zorgen dat je die olie nog zo lang mogelijk kunt blijven produceren. Nou, Iran is daar dus mee bezig en ze doet dat met behulp van China, die er veel geld in pompt, maar ook nu Rusland. En Rusland zal zich steeds meer in gaan zetten in landen die het moeilijk hebben financieel. Dus Iran, Irak is daar een voorbeeld van. En met China doen ze gewoon business omdat ze dat altijd eigenlijk deden, omdat ze één gemeenschappelijke vijand hebben. Dat is dan Amerika. En nu door de boycott wordt die band alleen maar inniger. Tot het moment dat China inziet dat het te veel gaat schaden in relatie tot Europa en de VS. Maar op dit ogenblik zie je dat Rusland veel op zoek is en op bezoek is bij China. Ze zijn ook bij India zijn ze geweest, Pakistan. En dat zijn toch landen die de toekomst hebben. Al was het maar omdat daar de bevolkingsgroei zit en daar dus gewoon het meeste geconsumeerd gaat worden. Je hebt het daar over gebied met een paar miljard inwoners en die gaan zich allemaal ontwikkelen en die gaan allemaal producten kopen en die hebben allemaal energie nodig. Dus het is niet gek dat Rusland daarheen gaat. In ieder geval voorlopig is Europa de komende jaren denk ik geen afzetgebied meer voor Rusland. Of er moet een hele grote knieval komen, maar dat lijkt er toch niet op. En daarom zien we dus nu dat de oostelijke landen zich steeds meer gaan bemoeien met Rusland. En dat wij als VS en Europa ons meer gaan bemoeien met elkaar. Met name op handelsgebied en defensiegebied. Dan een andere analyse die is gemaakt met betrekking dan tot de boycott. Daarvan wordt gezegd, als je kijkt naar de pure volumes van olie, zal Rusland er in 2023 in slagen om 75% van hun olie zonder problemen af te zetten. Dus ja, dan kun je afvragen of die boycotts dan nog wel zin hebben. Daarnaast is er ook al door Rusland gesuggereerd van, nou, we hebben niet alleen maar aardgas en olie, maar we hebben bijvoorbeeld ook kolen en andere schaarse grondstoffen, die kunnen we ook inzetten in onze strijd, zeg maar, om te komen tot een succesvol voor hun dan afsluiten van de oorlog in de Oekraïne. Nou, de prijsplafonds die zijn afgesproken, je hoort er eigenlijk niet veel meer van. Nee, je hoort veel over energieplafonds in Nederland. Dat heeft puur voor intern te maken met onze energierekening. Maar een prijsplafond gaat gewoon niet werken. Omdat niet alle landen mee gaan doen, wereldwijd niet. Zeker landen in het Verre Oosten ook niet, ook niet in Zuid-Amerika. En ten tweede, je kunt natuurlijk wel afspreken met z'n allen, we gaan niet meer betalen. Maar dat hou je nooit vol, omdat je altijd fabrieken en mensen aan werk wil hebben. En op een gegeven moment
dan is er altijd één zwakke broeder en die zegt, ja, maar ik wil toch mijn economie blijvend laten lopen en ik kan niet aan andere producten komen. Ik zit vast via pijpleiding en alles en dan moet je toch weer een prijs gaan betalen. En eigenlijk het enige wat je doet is door het afklemmen van je aanbod ga je alleen maar zorgen voor nog hogere prijzen. Het lijkt dan zeg maar op papier dat je een leuk prijsplafond hebt afgesproken van bijvoorbeeld $60 per ton, maar wil je echt fysiek olie dan gaan kopen, dan betaal je misschien 100 of 150. Want dan gaat er een verschil ontstaan tussen de fysieke markt, dus de mensen die echt de olie moeten omzetten in andere producten, en de traders, zeg maar, die op papier gaan handelen. Maar in ieder geval, dat is al duidelijk gemaakt door Rusland, dat ze dat nooit zullen accepteren. Dus ook dat, zeg maar, is denk ik niet iets wat we in die boycott moeten willen. En Europa doet er denk ik goed aan, dat is die laatste regel, om te kijken van wat nou die gevolg is van de boycott. We hebben al die prijsverhogende effecten. Want als er steeds meer grondstof en steeds meer energie steeds duurder gaat worden. Hè, dat wordt in Prinsjesdag natuurlijk ook gezegd. Ja, voor de komende winter kunnen we het allemaal wel betalen. Maar laten we niet vergeten dat er landen zijn die veel en veel slechter economisch voorstaan. Die hadden geen goedkoop aardgas die ze oppompten dit jaar. Waardoor ze zeg maar heel veel miljarden extra verdienden. Dus zeg maar de pijn die nu wordt gevoeld in Nederland, die lijkt wel mee te vallen. Maar we moeten daar wel de prijs voor gaan betalen in 2024 en verder. En er zijn ook landen die het nu al niet aankunnen. Dus die zullen ook wel bij de EU gaan aankloppen. Maar wat mij een beetje zorgen baart, is dat in het algemeen de boycott niet echt leidt tot een verlaging van de inkomsten. Dat zeggen we allemaal wel. En het zal ook wel dat het een gedeelte is, maar het gaat veel te langzaam. En als je ziet wat het nu al kapot maakt en de kosten die we nu moeten gaan maken deze winter. Ik geef maar een voorbeeld van Uniper, waar tientallen miljarden dan ingestort moeten worden om één bedrijf te redden. Het moet allemaal wel betaald worden. Maar goed, dat is dan meer een politiek te overwegen standpunt. Maar zijn er misschien andere methodes om die boycott succesvoller te maken dan de weg die we nu zijn ingeslagen? Even kijken, dit was even van, daar heb ik vorige keer even over gesproken over LNG, welke aandelen. Nou, ik ben nu net begonnen met een nieuw LNG-rapport, ik ben nu op bladzijde 16. Ik denk dat het iets van 40 pagina's gaat worden en vervolgens moet ik dan even kijken hoe ik het ga prijzen en hoe ik het in de markt ga zetten in ieder geval. Maar waar ik op in wil spelen in ieder geval is toch wel het feit dat we te maken hebben met een winter die best wel koud kan zijn, dat we met een oorlog te maken hebben die nog wel eens heel grimmiger kan worden. Dat we dus ook in een situatie kunnen komen dat Rusland het overige aardgasvolume wat ze aan Europa via de Oekraïne aan ons leveren, dat die ook wordt stopgezet. Ja, en als dat zo is, plus met de lage voorraden, de aardgasvoorraden in het Verre Oosten en in de VS, dan zou zeg maar die prijs veel hoger kunnen blijven. Nou, gaat sowieso die aardgasprijs veel hoger blijven? En ik weet niet of ik dat op een plaatje had gezet. Nou, dat heb ik niet op een plaatje gezet. Maar het nieuwste rapport wat uitgebracht is door McKinsey, die gaat al uit dat de komende 5 jaar de aardgasprijs in plaats van rond de $2 tot $4 per miljoen BTU, dat dat richting de $9, $10. Dus dat is gewoon eigenlijk de prijs die we nu dan ongeveer betalen, maar dan voor een periode voor de komende 5 jaar. Waarom 5 jaar? Omdat in 2027 zeg maar de eerste grote aardgasvolumes uit Qatar gaan komen. Nou ja, daar wil je als belegger denk ik op inspelen. Aardgasaandelen zijn geen aandelen die je koopt voor vandaag en dan weer morgen. Het zijn aandelen die gewoon rustig doorgaan stijgen. En met name komt het omdat ze gewoon een hele goede cashflow gaan maken. Wat normaal zeg maar helemaal niet het geval was. Net zoals Shell natuurlijk en BP en Equinor, al die olieaandelen, gigantische winsten afgelopen jaar hebben gemaakt. Kunnen we dat ook gaan verwachten van bepaalde LNG-aandelen. Alleen moet je wel een onderscheid maken tussen LNG en aardgas. Hè? Want als je aardgas maakt, dan kan je het nog niet per definitie over heel de wereld heen schuiven, omdat je het niet kan koelen. En zeg maar de echte LNG-leverancier, dus wel die exportterminals hebben of contracten daarmee hebben om die vloeibare aardgas, de LNG, dus richting Europa en het Verre Oosten te kunnen verkopen tegen goede marges. Dus goed, dat is allemaal wordt verder uitgewerkt. Het enige wat ik wilde zeggen is dat eigenlijk aardgas ook voor deze komende winter best wel veel potentie biedt voor ons als beleggers. Dan hebben we de troonrede. Ja, nou, altijd leuk om eventjes naar te luisteren. Ik heb een stukje er maar van gekopieerd. Het was natuurlijk geen vrolijke troonrede, maar voor de meeste mensen zijn nu gerustgesteld dat de energierekening betaald wordt. Maar uiteraard gaat al dat geld nog een keertje terugbetaald moeten worden. Een stukje inderdaad wordt betaald uit de gasbaten die meevallen, plus
de btw die erop zitten, maar we komen wel geld tekort wanneer zeg maar dit, in ieder geval de energieprijzen langer hoog blijven dan alleen maar tot en met maart in 2023. Nou, wat is dan het goede nieuws van kernenergie? Dit is een stukje wat ik eventjes uit de krant haalde, hè, van de letterlijke tekst van die troonrede. Nou, dan vallen je een paar dingen op. Dan ga ik eventjes met jullie dan doorheen. Het eerste wat me erg opvalt is dat we dus hebben nu opeens over 60% CO2 uitstoot. Mensen die het een beetje gevolgd hebben. We zijn begonnen ooit met 25-30%, dat was helemaal in het begin. Toen op een gegeven moment is er een klap opgeslagen. Toen moest het 49% minder CO2 worden. Toen hebben we het verhoogd naar 55, dat heet het Repower EU-plan. In gang gezet, zeg maar, na de Russische inval in de Oekraïne. En nu staat het op 60%. Nou, waarom? Nou, daar kom ik zo eventjes op terug. Maar dat is eigenlijk gewoon omdat het nu niet hard genoeg gaat. En dan gaan we nog harder schreeuwen en dan hopen we dat het goed komt. En dat vind ik dan wel heel raar, is dat er nog een jaar geleden wordt gesproken ook 55. En we doen alsof een 5% verhoging niks betekent. Nou, dat betekent heel veel. En dan denk ik, waarom? Wordt in ieder geval zo hard ingezet. Het lijkt wel of er een bepaald doel gehaald moet worden en het niet uitmaakt of het in de praktijk haalbaar is. Hè. Denk maar alleen aan de kolencentrales die overal in Europa voluit lopen. Denk ook aan alle andere landen die zeg maar kijken naar energiebronnen die wel vervuilender zijn, maar goedkoper dan aardgas. Dus zo makkelijk is dat helemaal niet op te lossen. Met nog eens een feit daarbij dat de windenergie de laatste paar maanden slecht gedraaid heeft door die hele warme zomer, waardoor het weinig gewaaid heeft in Europa, waardoor er eigenlijk continu gascentrales en kerncentrales moesten draaien om die elektriciteit te produceren. Nou, dat was het eerste wat me opviel. Wat ik heel fijn vond om te lezen, dat is puur persoonlijk, is dat er een nieuwe rol komt voor kernenergie. En ik denk dat dat ook zo is. We moeten af zeg maar, van het idee dat Tsjernobyl, dat die techniek nog steeds dezelfde techniek is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. En de kernramp in Fukushima, ja, die is heel ernstig. Alleen, ja, je kunt de pech hebben één keer in de 1000 jaar dat er een aardbeving en een vloedgolf komt. En dan ook zo'n eiland, zeg maar, in dusverre wordt aangetast dat er ook geen reserve-energie meer beschikbaar is. Maar de nieuwe technologieën die hebben helemaal geen last meer, zeg maar, van het uitvallen van elektriciteit. De nieuwe generatie, en dan praten we wel over de vierde generatie kernenergiecentrales, die worden helemaal niet in geval van een ramp lastiggevallen door mensen. En die kan ook helemaal niet leiden tot een meltdown of het ontsnappen van radioactieve straling, omdat dat met hele andere temperaturen gebeurt. En in ieder geval het weglekken van koelvloeistof geen effect heeft om een ongewilde kernsplitsing. Dus zeg maar, je kunt niet de wetenschap van wat we nu gezien hebben in de rampen meenemen naar de toekomst, omdat er gewoon hele andere technologieën komen. Het gaat nog wel eventjes duren, maar dit geeft in ieder geval aan dat er een nieuwe rol komt. Dus we bedoelen daarmee gewoon, we gaan daar gewoon meer geld aan investeren en uiteindelijk, als dat er is, dan zullen wetenschappers ook meer ruimte krijgen om baandoorbrekende prestaties te leveren. En dan kan het heel hard gaan. In China wordt er heel hard gewerkt al aan een nieuwe generatie kerncentrale. Het enige probleem daar is sinds eigenlijk ook duidelijk is geworden dat China ook wat intenties heeft met Taiwan, is dat Europa eigenlijk niet meer mee wil doen met China voor de ontwikkeling zeg maar afhankelijk zijn van producten en onderdelen en gewoon de hele wetenschap, kennis die samenhangt met die nieuwe technologie. Omdat ze dan afhankelijk zijn als ze eenmaal ook dat soort kerncentrales in Nederland bouwen met nieuwe inzichten, nieuwe materialen, nieuwe onderdelen, dan zijn ze volledig afhankelijk van China. Dus wordt er nu opgetrokken en worden nu plannen gemaakt dat de VS, Europa zelf richting een nieuwe technische kerncentrale gaan richting 2040. Even kijken, ik kijk even nu wat vragen ook zie in de chat wel. Ja, daar kom ik zo meteen op terug op Vopak. Ja. Nou, wat stond er nog meer dan in die troonrede? Nou, er staat dus nog een stukje, even voor de correctheid. Hè. Eind 2002 onafhankelijk is van fossiele brandstof. Nee, dat is niet zo. Eind 2022 niet meer afhankelijk wil zijn van de olie. En in februari 2023 dat we geen
dieselbenzine, kerosine meer kopen. Ja, of we dan onafhankelijk zijn, dat is natuurlijk een heel ander deel. Wat het enige waar het gaat toe leiden, is dat de prijzen veel hoger worden. En natuurlijk kun je dat op een gegeven moment zeggen, ja, we zijn onafhankelijk, net zoals met aardgas. Maar het is gewoon niet waar, je bent wel degelijk afhankelijk van hun. Je koopt het op een gegeven moment niet meer, dus dan zeg je, ben onafhankelijk. Maar dan kom je ook tot een bepaalde prijs, en als die maar ver genoeg doorstijgt. Ja, dat wat ik al zei, dan moet je afvragen of je jezelf, je eigen land, Europa en de VS, niet meer pijn doen dan de boycotts je opleveren. Maar dat is een politieke keuze en dat heeft uiteraard met gewoon de duur, de verwachte duur van zo'n oorlog te maken. Wat we nu allemaal moeten betalen, die prijs, is het misschien waard? Dat zullen we achteraf. Maar we kunnen dit niet heel lang volhouden voor, zeg maar, zonder, zeg maar, een recessie in te duiken. Want in de VS gaat het nog redelijk. In het Verre Oosten, met name China, gaat het slecht met de economie. In Europa zitten we echt op een dubbeltje op zijn kant. En alleen maar door het heel veel geld erin pompen. Dat was gisteren natuurlijk met de troonrede ook duidelijk. Kunnen we een procent misschien groeien in 2023. Waar ook al wordt gezegd is dat, ja, daar zullen we wel voor moeten gaan betalen in de jaren die daarna komen. Even kijken, dan hebben we nog, nou, die CO2-uitstoot, die heb ik al behandeld. Dat steeds strenger wordt en de overheid sneller wil opschalen met die energietransitie. Het zijn mooie gedachten, maar in de praktijk gaan we daar echt niet komen bij die 60%. Wat ook op zich weer niet eigenlijk opvallend is, maar toch wel goed is om te zien, is dat je meer energie, windenergie gaat krijgen en groene waterstof. Moet je wel even realiseren wat dat gaat betekenen, in ieder geval voor ons als beleggers. Als je inzet op meer windenergie, we gaan al heel groot groeien met windenergie, dat betekent dat dus. Dus op dagen dat het niet waait en het niet verwacht is, dat er opeens een hele grote run komt op aardgas. Want dan moeten de aardgascentrales energie gaan maken in plaats van de windmolens. En dat die prijzen enorm gaan stijgen. Anderzijds verwacht je helemaal geen wind en komt er opeens wel wind op die Noordzee, of in Noordwest-Europa met name. Dan zul je zien dat die aardgasprijs heel hard kan gaan dalen. Dus er komen veel meer prijsschommelingen. Maar goed, dat is ook leuk om daar, zeg maar, mee bezig te zijn. Een beetje meer weten van het weer. Ja, dat leidt dan wel tot betere tradingresultaten. Dus ja, daar kunnen we met z'n allen denk ik wel meer van leren. En we kunnen waarschijnlijk ook daardoor betere beslissingen nemen met het beleggen. Maar dan zit je wel wat korter op de bal. Het is nog geen daytraden, maar dan ben je wel, zeg maar, één keer per week, zeg maar, even je aardgas aandelen aan het bekijken. En waarschijnlijk wat kopen en verkopen. Maar soms zie je ook, zeg maar, die stromingen komen. Er zijn hele goede websites en die voorspellen toch zo'n 2 tot 3 weken vooruit. Dus ja, het wordt wel steeds interessanter om dat goed in te gaan en gaten te houden. Ja, de accent op groene waterstof, die is er natuurlijk al. De VS heeft daar, zeg maar, de grootste klap gemaakt een maand geleden. Biden heeft daar een heel groot bedrag vastgezet om bedrijven te lokken om daar hun groene windenergie te gaan maken. Ik denk ook dat wanneer dat geld er ook is, ook echt gaat betekenen dat Amerikaanse bedrijven groot gaan inzetten, want ze krijgen dan per gemaakt kosten, zeg maar, gecompenseerd tot ze bij een niveau zitten ongeveer van $3 per kilogram voor waterstof. En we zitten nu op 5-6, dus het zou kunnen betekenen dat ze zo'n, even grof gerekend, gewoon 50% van hun geld terug kunnen verdienen van hun investering. Dus ja, daar moet Europa natuurlijk ook een antwoord op geven. Ze zouden in 2030 al de industrie willen verplichten groene energie af te nemen. Maar de vraag eerlijk is hoeveel groene energie hebben we, waterstof hebben we in 2030? Ik denk dat veel te weinig is om serieus wetgeving op te maken. En ik denk dat die maatregel ook wel van tafel gaat. Het is natuurlijk leuk dat je windmolens hebt, maar dat wil niet zeggen dat je met de prijs van windenergie competitief bent met het maken van groene waterstof. Even kijken. Ja, en het gebrek aan wind, dat was het laatste wat ik nog eventjes had, rechts beneden. Er staat hier: de droogte van die zomer onderstreept hoe belangrijk het is. Ja, de droogte. Nou goed, de droogte, daar hebben we allemaal last mee. Maar ik denk dat het meer is het gebrek aan wind waar we ook rekening mee moeten houden, omdat het klimaat ook aan het veranderen is. En we zien dat het in bepaalde periodes echt veel minder waait dan gebruikelijk. En als je inzet op windmolens, dan is dat natuurlijk wel een gegeven waar je rekening mee moet houden. Door de droogte, ja, dat is als droogte, hè, betekent vaak natuurlijk het afwezig zijn van wolken. Dat is zo, Johannes. Maar we hebben wel meer zonne-energie. Maar als je kijkt naar wat er ingezet wordt
aan zonne-energie en wat er ingezet op windenergie, dan heeft Nederland en Europa heeft groot ingezet op windenergie en niet op zonne-energie. Komt ook omdat je natuurlijk voor zonne-energie heel veel ruimte nodig, gaat in het landschap. En we hebben ervoor gekozen juist om op zee te gaan. En waarom gaan we op zee? Omdat je op het land steeds meer mensen krijgt die, je hebt meer huizen nodig, dus er moet gebouwd worden. Hè? Als je een grote zonnepark hebt, dan is dat niet fijn. Zonne-energie heeft natuurlijk ook nog steeds het nadeel met de duurzaamheid, met het afbreken van de panelen. De windmolens op het land hebben een probleem door de slagschaduw, door de geluidshinder. Onderzoek van de TNO heeft aangetoond dat huizen dichtstaand bij windmolens 4% minder waard zijn dan gewone huizen. Dus daar komt steeds meer weerstand tegen. En daarom hebben we besloten om richting zee te trekken. Al komen we nu tot zeg maar dusdanige grote hoeveelheden windmolens, moet je denken aan 2.000 tot 4.000 in de komende jaren, tot 2030, dat ook de visserij en andere problemen zich op gaan doen. Omdat je op een gegeven moment natuurlijk wel gewoon scheepvaart hebt die de economie moet laten draaien. Je hebt de visserij, wat ook belangrijk is. En dat kan niet allemaal opgeofferd worden alleen maar door het bouwen van windmolens. Het enige voordeel is dat er steeds meer hogere en met meer vermogen komen. De Haliade bijvoorbeeld van General Electric. Dat is zo'n hele grote windmolen die nu proefdraait op de Maasvlakte. Het is een groot gevecht tussen GE en Siemens. Siemens heeft dat gewonnen, stond 2 dagen geleden in de krant. Maar wat het wel betekent is dat er dus uiteindelijk wel iets minder windmolens kunnen komen. Ze zullen dan alleen een stuk hoger worden. Maar goed, als op windmolens op zee staan dan en ver genoeg weg gebouwd worden, hebben wij er als burgers in ieder geval minder last van. Eens even kijken. Nou, die energietransitie die is ingewikkeld. Dat wilde ik toch nog maar eventjes laten zien van waar moeten we nu gaan focussen als beleggers. En dat is eigenlijk, als ik zou beleggen, en ik beleg uiteraard, dan zou je ook een bepaalde volgorde erin kunnen doen. En waar maak ik me nu druk over en om en waar ga ik nou niet allemaal in beleggen? Allereerst olie, aardgas en CO2-opslag. Dat zijn de aandelen waar je in wilt beleggen. En waarom? Olie gaan we gewoon keihard nodig hebben. Ik ben ervan overtuigd dat die ook in prijs gaat stijgen. En ik ben ook overtuigd van het feit dat we veel te weinig in olie geïnvesteerd hebben de laatste 10, 15 jaar. Dat moet gewoon ingehaald worden. De druk wordt steeds groter om geen olie te winnen en niet in investeren in fossiel. Want dan denken we, dan gaat dat geld tenminste naar de groene energietransitie. Allemaal leuk bedacht, maar ondertussen rijden, vliegen en alles wat vaart is ongeveer op olie. En dat is niet zomaar geëlektrificeerd. De netwerken kunnen het helemaal niet aan. Waterstof is veel te ver weg. Dus je zal gewoon aandelen moeten hebben, denk ik, die in aardgas en olie werkzaam zijn. Vervolgens kun je dan wat meer gaan kijken richting 2530 naar waterstofaandelen. Want de combinatie natuurlijk van overvloedig wind- en zonne-energie en dat dan zeg maar omzetten in waterstof, dat tijdelijk omslaan. Opslaan of direct inzetten in energiecentrales, zal een heel logisch pad zijn. De vraag is gewoon van hoe duur is die groene waterstof en kunnen we dat in 2030 al bereiken. Vervolgens gaan we dan investeren, en dat kan al sneller misschien, in batterijen. Daar ben ik nu al naar het kijken, want er zijn natuurlijk al mooie ontwikkelingen en kleine bedrijven. De warmtebatterij bijvoorbeeld, die ontwikkeld wordt. De TNO, misschien heb je dat stuk gelezen vorige week in de pers. Zijn ze ook in februari trouwens ook al mee in de pers geweest. Maar ja, ze maken toch steeds kleine stappen voorwaarts. En dan kun je dus in een batterij zowel warmte als energie opslaan. Dus dat betekent eigenlijk dus dat je energie bijvoorbeeld bij een datacentrum, de warmte die daar wordt gegenereerd door de computers, sla je op in zo'n batterij. Die batterij kan met containers vervoerd worden, kan naar een woonwijk. En die woonwijk kan dan zeg maar daarmee in de winter zeg maar gestookt worden. Of je gebruikt het gewoon echt als energieopslag. En dan kun je het dus gewoon gebruiken bij bedrijven om hun piekuren te dekken. Waardoor ze zeg maar niet het elektriciteitsnet ophoeven. Maar dat is dus zeg maar de derde stap. Nou, de allerlaatste stap waar ik het straks over had is die kernenergie. Dat is die hele nieuwe technologie die weinig radioactief afval kent, omdat het weer verbrand wordt in de reactor zelf. Als het dan radioactief is, dan is het niet zo lang radioactief. Dus geen 10.000 jaren, maar veel korter. En het is gewoon 100% veilig. Niet 99,9, maar als het gaat over meltdown en het ontsnappen van radioactief straling, dan is het gewoon 100% veilig. Maar het hangt wel vanaf welke techniek dat is. En die zal er pas in 2040 en verder zijn. En in de tussentijd zullen we inzetten, denk ik, op een technologie
Of dat nou thorium wordt, of gesmolten zout, of een very high temperature reactor, of een modulaire. Dat zal eventjes moeten blijken. Maar er is natuurlijk tussen nu en 2040, is nog 20 jaar zeg maar, bijna te gaan. En daar zullen we ook kerncentrales in moeten gaan bouwen die niet 100% veilig zijn en die zeg maar nog wel uranium als grondstof gebruiken. Nou, de topbedrijven in CO2-opslag, daar, dat zijn er veel. Hè. Je hebt maar hele simpele Conoco, Shell, ExxonMobil. Dat zijn bedrijven die daar al in meedoen. Ik zal eens een keer een lijstje maken. Maar er zijn er veel meer die daar meedoen. Alleen dat zijn nog wel relatief kleinere bedrijven. En nog niet al die bedrijven zijn ook op de beurs. Maar ja, wil je inspelen zeg maar, op olie, gas en CO2-opslag, dan is dat een mooie combinatie om die eerste drie pijlen, die blauwe pijlen, te dekken, zou ik zeggen, Jelle. Ik kijk even naar de tijd, we moeten even door. Nou, dus voor jezelf is het in ieder geval belangrijk om jezelf wat vragen te stellen als je dit soort dingen leest. Hè, van waar ga ik nou in beleggen in waterstof, olie? Hè? Dan bedoel ik echt korte termijn, lange termijn. Ga je van aardgas of voor kernenergie? Ga je voor lithium of de warmtebatterij? Hè, of de solid state of de stringbatterij? Er zijn veel verschillende technieken en handig is het denk ik om daar zeg maar 2, 3, 4 bedrijven uit te zoeken en kleine plukjes van elk te kopen, zodat als er eentje doorbreekt, ja, dan heb je die in ieder geval in je portefeuille. Ga je voor CO2-opslag of afvang, daar kom ik zo meteen even op terug, hè, want er zit ook verschil in. Er was gisteren ook weer een stukje over CO2-opvang. Ja, die opslag, zeg maar, die weten we wel, maar dat afvangen, dat is met hele grote turbines, zeg maar, afvangen en dan, zeg maar, als containers. Ik weet niet of ik nou een plaatje erbij had gezet. Even kijken. Nee, dat had ik niet. Dat dacht ik dat ik dat had. Nou, misschien straks. Dat je in ieder geval grote containers zet en dan moet je denken dat er een stuk of 30 staan. En ja, je hebt daar ongeveer 3 keer zoveel, dus je hebt ongeveer 100 containers nodig om een fabriek als Tata Steel, zeg maar, alle CO2 af te kunnen vangen. Ja, en dat draait natuurlijk ook op elektriciteit, dus dat moet je eigenlijk weer in combinatie doen met een windmolen. Maar ja, die draait ook niet altijd, zonne-energie ook niet altijd. Dus het is maar de vraag of we commercieel daarmee uitkomen. Misschien als lokale oplossingen is het wel goed, want niet elke fabriek zeg maar, zit straks aan een CO2-pijpleidingnetwerk. Dus waarschijnlijk zal dat gewoon een dure vorm zijn om je CO2 af te vangen. En uiteraard is dat afhankelijk van de toekomstige prijs die bedrijven moeten gaan betalen voor een ton CO2-uitstoot. Dat ligt nu zeg maar rond die, ik dacht tussen de 55 en de 60 euro per ton nu. Maar ja, als dat 100 wordt, dan wordt het plaatje al heel anders. En het zou zomaar kunnen, wanneer we onze klimaatdoelen niet halen, dat er een extra incentive komt om zeg maar wel juist die CO2 op te slaan of af te vangen. En dan kan de overheid door het terugtrekken en reduceren dus, hè, van het aantal certificaten de prijs daarvan kunstmatig beïnvloeden en dus omhoog drijven. Waardoor dit soort projecten veel en veel gunstiger worden en bedrijven ook veel sneller gaan investeren in opslag of afvang. Nou, de allerlaatste vraag die ook wel belangrijk is en die vind ik zelf ook lastig is, hè, stap je nu in of niet? Hè, gaan we wachten tot zeg maar, de Fed heel die inflatie onder controle heeft? Of is een groot gedeelte van de ellende nu al in de koersen? Ja, dat is een hele goede vraag als je die krijgt. En ik kan eigenlijk het antwoord ook niet goed opgeven, omdat ik geen inzicht heb in al die ontwikkelijke economies. Het enige wat ik kan laten zien is dat over het algemeen de beurzen wel weer herstellen na zeg maar vervelende periodes. Als je nu kijkt, ik heb even wat plaatjes gemaakt, hè, van zeg maar de Dow en de AX. Ik zie dat eigenlijk de namen van de beurzen weg zijn gevallen. Maar je ziet dus één grote overeenkomst. En dat is dat de lijnen, zeg maar, ondanks de grote dipjes die je in 2008 ziet. En dan zie je daarna toch eigenlijk vervolgens een stijging. Je ziet eigenlijk dat elk dal toch weer gevolgd wordt door een periode daarna waar de pieken weer hoger zijn. Dus eigenlijk als je maar gewoon consequent gewoon je aandelen koopt door de tijd heen, maak je gewoon winst. En we zitten natuurlijk in een periode waar we nu, denk uit mijn hoofd, tussen de 15 en de 18% verloren hebben ten opzichte van januari. Dus dat is best wel een grote dip. Dus het lijkt er wel op dat we heel voorzichtig wat aandelen kunnen gaan kopen. En met name dan die aandelen die zich nog moeten bewijzen, die zijn nu nog zeg maar relatief goedkoop. En door rustig in plukjes aan te kopen, kun je denk ik gebruik maken van het feit
dat er steeds meer geld in omloop gaat in die economieën. En waardoor zeg maar, de koersen van aandelen eigenlijk door de inflatie ook wel geholpen, toch steeds een klein beetje omhoog gaan. En uiteraard met deze inflatie die we nu hebben, is beleggen echt helemaal een verkeerde keuze. Te sparen echt een verkeerde keuze. Dus we zullen wat risico af en toe moeten nemen om een wat beter rendement te maken. Maar het is wel nu even voorzichtig instappen. En misschien is het nu even helemaal niet instappen deze week tot we wat meer horen over de Fed. En vervolgens wachten tot de eerste opgaande trend er komt. En dan in plukjes aandelen aan te kopen. Want met Rusland en corona is ook al genoeg, zeg maar, onstabiels in de markt, waardoor het ook zomaar even een klap naar beneden kan pakken. Maar lange termijn ben ik wel van overtuigd dat steeds die correctie wel weer goed gemaakt gaat worden, als je maar je horizon wat verder zet dan 1-2 jaar. Maar goed, laten we even kijken dan met die grote kleine energietransitie, want die 30 jaar, en we hebben het over als we in ieder geval met olie en gas hebben, eigenlijk is dat ook een transitie. Olie blijft nog minimaal tot 2050, nog tot de 50, 60 miljoen vaten per dag. Dus niet minder dan 20-40% minder dan wat we nu hebben. Aardgas gaat verdubbelen richting 2040. Dus dat zijn allemaal producten en sectoren waar je gewoon in zou moeten willen zitten. Het geld wat nu allemaal klaar staat van Biden. China kwam met 220 miljard meer renewables aan te jagen. Dat was een artikel van ongeveer 3 weken geleden. Is trouwens nog niet goedgekeurd. Maar daar willen ze ook hun economie zeg maar, een swing mee gaan geven. Nou, bodemvissen, ja, dat is gewoon lastig. Vandaar dat ik al zeg, gewoon door de tijd heen in plukjes aankopen. Uiteraard is het belangrijk dat je afvraagt van tevoren, ga ik nou voor mijn maximale winst of optimale winst? Maximale winst is eigenlijk dat je probeert de bodem te zoeken, alles erin legt en dan hoopt zeg maar, in een stijging mee te gaan. Maar vaak betekent dat je dan ook hele grote slagen naar beneden pakt en verliezen. En ja, of je daar vrolijk van wordt, ja, dat is volgens mij geen optimale winst. Want mijn optimale winst in ieder geval is dat je misschien niet de hoofdprijs pakt, maar wel dat je gewoon nachtrust hebt en niet gestrest de hele tijd op je telefoon kijken wat die koersen doen. En bepaal ook voor jezelf wat je doel is. Heel veel mensen vragen mij, ja, moet ik hierin investeren? Investeer je in de energietransitie, dan investeer je echt in de komende 5 tot 10 jaar. Maar is het doel dat je echt heel snel op korte termijn vermogen wil hebben, dan kun je helemaal beter misschien niet in die energietransitie zitten, maar veel meer inspelen bijvoorbeeld op de oliemarkt, die veel volatieler is, of in bitcoins, maar niet in de energietransitie. Hoeveel risico wil je lopen? Dat vind ik belangrijk, omdat je dan kunt bepalen met hoeveel geld je gaat beleggen. Doe dat altijd met een bedrag dat je niet aan hoeft te komen als er een wasmachine stuk gaat of je auto naar de garage moet. En wanneer ben je nou een tevreden belegger? En wat daarmee, ik bedoel, is beleg in dingen die je leuk vindt, want dan is de rit ernaartoe is gewoon leuk en de uitkomst is toch onzeker. In ieder geval heb je dan in ieder geval geleerd en waarschijnlijk als je geleerd hebt en je leuk vindt om over dingen en ontwikkelingen te lezen, dat je ook een betere belegger wordt, omdat je dan ook echt weet waar je het over hebt. Nou, even kijken, ik ga even niet een niveau pakken. Dat was de eerste vraag. We gaan eventjes nu de vragen doen. Dit was dus het plaatje van Vopak. Hebben we toen gezegd afblijven, hè? Want ja, die koers die was 33 ooit, die ging naar 22 en ik maakte een plaatje erbij. En we zien nu eigenlijk, dit is het plaatje, dacht ik, van gisteravond. Nee, dit is een plaatje van, hier, jawel, dat is wel. Die zit nu al rond die 20. Dus ja, op zich zou ik heel graag nu dit aandeel kopen, omdat ik van overtuigd ben. Niet alleen omdat grote zakenbanken zeggen dat die koersdoel 33 is. Nee, dat is onzin. Maar wel omdat ze, zeg maar, een van de grootste wereldwijde spelers. Ze investeren in LNG, dat heb ik gezegd, in waterstof, in ammonia. Dus ze doen echt wel de dingen goed. Alleen, ze hebben de prijscurve tegen. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Want de prijscurve is nu backwardated. Dat betekent dat de prijs van vandaag duurder is dan de prijs van morgen. Dus heeft het geen zin om op te slaan. We zijn al een beetje aan het kantelen. Maar wat we willen zien is dat de prijs over 3 maanden duurder is dan de prijs van vandaag. En inderdaad, dat werd al opgemerkt, dat zou zomaar kunnen door de oorlog en de spanningen die toenemen, dat straks wel degelijk het interessant wordt, omdat je anders een leveringsrisico hebt. Dat bedrijven zeggen, joh, ik ga de diesel opslaan, ik ga dit opslaan, ik ga de olie opslaan. We gaan het allemaal opslaan, want we weten niet wat er op ons afkomt. En dat zou inderdaad opslagbedrijven in de kaart spelen en Vopak ook. Maar kijken we even heel gewoon technisch naar de grafiek, dan zien we alleen maar
dat er sinds het begin van dit jaar alleen maar lagere toppen werden neergezet. We zien zelfs nog een versnelling eigenlijk eventjes negatief naar beneden. Dus dat betekent dat we gewoon moeten wachten, echt tot het gaat keren. Ja, en of dat dan, het lijkt dat die 22 euro, dat dat ongeveer wel een prijs is waar het kantelpunt zit en dat je dan voorzichtig aan kan gaan schaffen. Maar op dit ogenblik zou ik nog steeds van Vopak afblijven. Eerst maar kijken waar nou echt die bodem ligt. Want we dachten, tenminste ik dacht, hij ligt zo circa bij die 22. En nu blijkt hij toch 10% lager te liggen. Nou, ik heb ook niet bijgekocht. En elke keer zeg ik, eerst moet er een opwaartse trend zitten. En dat is nog niet zo. Dus we moeten nog eventjes daar wachten. Ik denk dat dat wel verstandig is. Dan hebben we Plug Power. Nou, dit was een plaatje wat ik liet zien wat langer geleden. Nou, dat is eigenlijk duidelijk dat erop dat hij sterk door die 28 heen zou moeten breken voor we aan zouden kunnen schaffen. Dit was een plaatje volgens mij van vorige week. Toen zat hij op de 28,8, 28,9. Dus ik denk, nou, dan gaat hij eindelijk door die belangrijke weerstand van die 30. Maar goed, gisteren zakte die uit mijn hoofd toch ook zo'n 6%. Dus je ziet eigenlijk dat het Vopak, vorige week het plaatje was, dat we moeten door die 28 en dan door die 30, wat toen leek te gaan lukken, dat is dus nu eigenlijk niet zo. En dit is het plaatje, als het goed is, ook van gisteravond. En je ziet dat Pluk nu zich zo rond die 26, 27 heeft gesetteld. Maar we moeten echt eerst door die 30 heen, voor we echt van een opwaartse trend kunnen spreken. Dus daar zitten we gewoon nog heel wat dollars vandaan. Nou, ik ben heel enthousiast over Plug, maar als je ze niet hebt, ik heb er al genoeg, maar heb je ze nog niet, dan is het toch denk ik even wachten met geduld. En toch eerst maar, dan laten we maar eerst stijgen tot die 30, zodat je die opwaartse trend, dat die echt verder kan. Want anders blijft die waarschijnlijk toch tussen die 30 en die 26 heen en weer gaan. En ik durf niet te zeggen of de bodem nu gemaakt is, hè, of dat we straks weer terugvallen naar de niveaus van een $20, waar die natuurlijk al een keer gezeten heeft. Kijk, dan wordt het wel wat interessanter om te kopen en echt weg te leggen voor de verdere toekomst. Maar op dit ogenblik zou ik gewoon Pluk even laten liggen en eerst door die 28 willen zien breken. Dan vervolgens door die 30 en dan wordt het denk ik wel tijd. En dan zullen ook alle technische signalen natuurlijk al lang op groen staan. Om zeg maar een mooie positie in Plug Power op te bouwen. Goed, dit was even het stukje, ja dat miste ik, dat was de slide die ik, dat was die CO2-opvang. Dus een stukje wat ik even geschreven heb, wat ik nog wel even wil delen met jullie, is dat dus dit een ontwikkeling is die interessant is, nu zeg maar nog niet zeg maar commercieel haalbaar is, en uiteindelijk zal bepalen, het succes zal bepaald worden door de hoogte van de CO2-emissiecertificaten. En die grafieken die kun je gewoon van het internet afplukken. We staan nu, dacht ik, rond die 70, 5, zelfs lager nu, zeg, dacht ik eerder 60. En je moet richting die 100. Zeg maar, wil je echt die energietransitie kunnen aanjagen, zodat CO2-opvang, opslag een succes wordt. We weten van het Portos-project bijvoorbeeld in de Noordzee, dat de break-even kost voor dat project ligt op $80. Per ton. Als we dit, zeg maar, die opvang, in plaats van opslag opvang, dan moet je eerder denken aan 100, $120 is dat dan, Amerikaans onderzoek, dollar per ton. Dus dan moeten we nog een stuk hoger. Maar goed, dit is, je ziet dat plaatje hier, misschien rechts, met al die containers die naast elkaar staan. Het is natuurlijk geen fraai gezicht, al die containers. En weersinvloeden hebben natuurlijk ook, hè, in ons land wel, het is ook wel een dingetje, het onderhoud. Daarnaast natuurlijk de energie die ze verbruiken. En het grote aantal wat je nodig hebt van die ventilatoren om die lucht op te zuigen. Vervolgens kun je dan die CO2 omzetten. Dat is natuurlijk de hoop in hoogwaardige producten. Maar dan ben je ook zeg maar een 5 tot 10 jaar denk ik verder voor we daarna echt hele grote successen gaan horen. En dan uiteraard wordt dit opvang als alternatief zeg maar ook weer aantrekkelijker commercieel. Maar op dit ogenblik zou ik puur gaan voor de opslagaandelen en niet voor de CO2-opvangaandelen. Even kijken, wat was de conclusie? Nou, de conclusie eigenlijk van vandaag is dus, blijf gewoon veel lezen
over Iran en Rusland en COVID. Dit was dan weer een kopje van vandaag, dat Rutte ziet de Russische paniekreactie. Ja, dat is dan allemaal natuurlijk wel door de ogen van ons als Europa, zoals wij het graag zien. Maar het is in ieder geval wel iets wat niet alleen maar de Russen volgens mij nerveus maakt, maar de markten maakt het ook nerveus. En ik denk dat het Europa ook nerveus maakt. Die kwartaalweerberichten, dat is... daarmee bedoel ik, kijk gewoon af en toe één keer in het 2 weken, 3 weken naar die websites. AccuWeather is er één, accuweather.com, en er zijn er veel meer. En daar kun je gewoon al zeg maar op grotere gebieden zien wat het weer gaat doen. En het is zo belangrijk, omdat het is niet zo belangrijk alleen maar dat Europa een milde winter krijgt, maar dat geldt ook voor het Verre Oosten en de VS. En zodra je ziet het woordje koude vector, nou, dan is het echt meteen aandelen van aardgas inslaan. Want dan betekent het gewoon dat er koud weer op komt. En één van die drie continenten kan het allemaal niet hebben. Want ze moeten dan extra LNG gaan kopen, wat eigenlijk gepland was om naar Europa te komen. Hè, want we moeten nog steeds vervangen omdat die Russische aardgas niet komt. Die reserves zitten wel vol, maar dat wil niet zeggen dat we nog steeds heel veel schepen nodig hebben. Dus we kunnen zeg maar in de winter wel een stukje uit die voorraden gaan opsoeperen. Maar uiteindelijk moet je dan ook in het begin van volgend jaar weer dat weer aan gaan vullen. Dus kijk in ieder geval naar het weerbericht. Zorg dat je in cash zit. Ik steef zelf ongeveer nu 20-25% cash, omdat ik toch niet gerust ben op alles wat nu gebeurt. Zeker nu niet in Rusland. We weten ook niet waar de Fed mee komt. En we weten ook niet of China erin slaagt haar economie op tijd om te buigen naar een groei. En ik krijg ook af en toe mailtjes. Bijvoorbeeld aandeel Chenière, bijvoorbeeld aardgasaandelen zitten dik in de plussen. Moet ik winst nemen? Mijn standaard antwoord eigenlijk is toch neem af en toe wel winst. Want als die beurzen straks weer naar beneden klappen, dan heb jij in ieder geval weer kans om wat goedkoper in te stappen. Het aandeel Chenière is echt een goed aandeel om te kopen. Het staat nu rond de 169, 170. Koersdoel is 205. Dus ja, ik zou het wel weer durven aan te kopen. Maar mocht je dat willen doen nadat je bijvoorbeeld zo'n aandeel hebt verkocht, doe het wel voorzichtig en koop in plukjes aan. En ga niet heel je winst weer meteen investeren. Want ja, dan had je het net zo goed niet hoeven te verkopen. Maar zorg in ieder geval dat je die cash hebt. En ja, die krijg je meestal door wat aandelen te verkopen. Het voordeel is, je verkleint je aandelenpositie, waardoor je wat minder risico loopt. En mocht het fout gaan, dan kun je goedkoper instappen. En mocht blijken dat we allemaal veel te negatief waren geweest, dan heb je wat minder winst, zeg maar, dan dat je had kunnen maken. En kom ik weer terug dat je beter optimale winst kan hebben. Hè, dan maximale winst. Nou, het is 1 uur. Als we kijken dus zeg maar naar de prijzen. Over het algemeen ben ik nog steeds van mening dat de aardgas stabiel tot hoog gaat zijn in de komende kwartaal. En dat de olieprijs zeker omhoog zal gaan. Ik heb wat plaatjes naast elkaar gezet. We zien dat de olieprijs van 86 naar 86... naar die 84 eigenlijk relatief stabiel is en dat die olieprijs zo rond die 85 wel haar bodem gevonden heeft. En nu is het gewoon wachten van wat de effecten gaan zijn van de boycott in december, 5 december op olie, in februari op 2023 en met name ook hoe OPEC gaat reageren zeg maar de komende maanden op de prijsontwikkeling van olie. Ik heb hier denk ik genoeg nu verteld over olie en gas. Als jullie nog vragen hebben, dan mag je uiteraard nu de vragen stellen. Zijn er nog aandelen waar je wat van wil weten? Of heb je nog verder vragen over renewables of over olie, gas? Kan je ze nu ook stellen. Wat is bij jou de opwaartse trend? 2, 4, 6, 2 weken? De opwaartse trend zit ik wel te denken aan 2-3 maanden van nu. En ik kijk niet zo heel veel korte termijn, Jelle. Als we het hebben over olie en gas, dan kun je natuurlijk wat korter kijken naar... maar dan ben ik toch ook meer, zeg maar, 2-3 maanden van wat de prijs, olieprijs dan gaat doen. En de gasprijs, ja, dat is eigenlijk heel moeilijk te voorspellen. Omdat dat gewoon zwaar afhankelijk is van het weer. En kijk ik naar die energietransitieaandelen, dan zit ik niet op 62 weken, maar dan zit ik misschien wel op 120 weken tot 180 weken. Want dat zijn gewoon ontwikkelingen die zich niet laten dwingen. En dat gaat gewoon niet sneller dan snel. Ik zit even door de vragen heen te kijken. Ja, wat zijn er aandelen met kernenergie? Ja, zeker. Daar kun je ook wel even op googlen. Maar ja, de
waar je het eerst eigenlijk naar moet kijken, is denk ik gewoon naar uranium op zich en de uraniumbedrijven. Die zal ik volgende keer wel even wat namen, moet ik niet vergeten, die kan ik je wel geven. De bedrijven die daar delven. Belangrijk eigenlijk is dat er eigenlijk te weinig gedolven wordt op het ogenblik. Dat de prijzen zeg maar nog relatief laag zijn van uranium. En de verwachting is dus dat wanneer we meer kernenergiefabrieken gaan bouwen met de huidige technologie. Hè, dat betekent dat ze dus zeg maar als grondstof uranium gebruiken. Nou, daar mag je vanuit gaan voor de komende 10 tot 15 jaar. Die fabrieken die echt world scale gebouwd gaan worden. Dat zal leiden tot meer vraag van uranium. Ja, en ook hier geldt weer, zeg maar, ja, wat gaat Rusland doen? Want Rusland is wel een van de grootste leveranciers van uranium. 60% CO2 lijkt mij onmogelijk, tenzij er, ja, nee, maar dat gaat ook niet gebeuren, want die 60% CO2-uitstoot, we kunnen niet 4, 5 kernreactoren bouwen. Hè, dan heb je al, zeg maar, gewoon 10 tot 12 jaar nodig in het hele proces van vergunning. Helemaal tot, zeg maar, het bouwen daarna. Dus zit je al in Nederland, denk ik serieus, al 2035... Nou, dan krijgen we 2 kerncentrales erbij. En het doel dat hier gesteld is, die 60%, die zou in moeten gaan in 2030. Dus dat gaan we echt daar niet mee halen. En we zien ook in Frankrijk, hè, er staan heel veel verouderde kerncentrales. Die moeten ook allemaal, zeg maar, in onderhoud. Dat is ook allemaal nog niet eens zo makkelijk om, zeg maar de kernenergieproductie in Europa op peil te houden. We zien nu natuurlijk in de Oekraïne dat er eentje stil wordt gelegd. Ja, dat heeft allemaal zijn effecten. En ja, het enige 24/7 elektriciteitscentrale die dat zeg maar kan vervangen is aardgas. En daarom ben ik ook ervan overtuigd dat de beleg in aardgas gewoon heel slim is voor de komende jaren. Ik zal nog wel wat krantenartikelen opzoeken en met jullie delen die bevestigen wat ik zeg. En dat niet zeg maar is omdat ik het leuk vind om erover te praten. Maar ook dat andere gerenommeerde banken zeg maar dezelfde visie hebben als ik. Maar voor de kernenergie, dat zal ik onthouden. Daar zal ik ook nog even op terugkomen. Dat was het eigenlijk. Is het om stoplos? Ja, het is altijd slim om wel een stoplos in te leggen. Maar kijk je voor de korte of lange termijn. Je kunt natuurlijk steeds kopen, verkopen. Dus met Plug Power ook. Het is een aandeel wat echt als een yo-yo gaat. Opeens is het hot als er een contract wordt getekend door Plug Power of door Bloom Energy. Of een deal tussen Amazon en Plug. Dan zie je opeens gigantisch interesse. En dan vervolgens dan zie je het allemaal weer wegkabbelen. Dat zul je nu ook weer zien. En over een paar maanden waarschijnlijk zullen we wel weer veel hogere pluk aandelenkoersen hebben. Als je zeg maar meer daytrader bent, dan kun je met die stop los. En uiteraard geeft dat het voordeel dat je dan geen hele grote verliezen kan maken. Het nadeel daarvan is als dan vervolgens weer pluks omhoog spuit en je hebt het aandeel niet in bezit, dan kan je geen winst maken. Dus ik zou zelf, en dat doe ik ook, voor aandelen in die groene energietransitie, waar Plug Power bij hoort, gewoon kopen. Je koopt ervoor, stel, je zou voor 1000 euro willen kopen. Koop dan nu gewoon voor 300 euro. En je maakt met jezelf de afspraak, pas als Plug 10% hoog staat, mag ik het tweede plukje kopen. Zo voorkom je dat je al het geld op precies het verkeerde moment erin gooit. Zo doe ik het zelf. En dat betekent dus ook wel eens, net zoals ik met de renewable race, maar 2 aandelen heb gekocht in 4, 5 maanden. Dat betekent dat je dan inderdaad wel even op je handen moet zitten. Maar het voorkomt, en gelukkig maar, want het voorkomt dat je nu met tegen een daling van 20% aan zit te kijken van je aandeel. En daarom ben ik altijd, en dat is Harm, doet dat ook zo en andere mensen ook, koop in een opwaartse trend. Dus wees streng voor jezelf, ga niet handelen voor het handelen. Koop steeds in plukjes bij. En je eerste plukje wat je koopt moet minimaal in waarde stijgen. En dan mag je met jezelf die afspraak maken 5 tot 10%. En pas dan mag je het tweede plukje kopen. En zo kun je getrapt, zeg maar, succesvol beleggen. Dat is in ieder geval wat ik uit ervaring toch wel heb meegekregen. Ondanks dat ik ook graag nu weer graag pluk zou willen kopen. Maar het is nu niet het moment. Het zit niet in een opwaartse trend. Dus we moeten echt eventjes wachten tot ze eerst door die 28 gaat en dan door die 30. Goed, mensen, ik wens jullie allemaal een heel fijn dag verder. Succes met beleggen. Ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren met de FED. Laten we volgende week eens even kijken, een beetje meer naar kernenergie en wat andere aandelen. En op de tussentijd zal ik nog af en toe wat posten op mijnbelegger.com. Vandaag ging Shell goed omhoog. Hè. Laten we hopen dat de mensen die in olie zitten goed gaan. En laten we hopen voor de aardgasaandelen. In ieder geval dat er een koude winter komt. En ik zal ook wel wat kennis en ook die paper zal ik jullie over bijpraten. Zodra ik daar wat meerdere bladzijden over geschreven heb.
In ieder geval veel plezier en een fijne middag. Nee, ja, Chris, de webinar is opgenomen, doet het Harm altijd. En die plaatst het dan vervolgens op mijnbelegger.com. Dus daar kan je altijd eventjes even een berichtje ook zetten, kan je het niet vinden. En dan zal Menko of iemand die dat precies weet je kunnen aanleggen en toewijzen waar zeg maar die video. Meestal duurt dat een dagje.